De regering heeft schriftelijk aan de Nationale Assemblée meegedeeld dat er op 3 december verzet is aangetekend tegen het verstekvonnis tegen Desi Bouterse, die ook president is van Suriname. Vandaag kwam het parlement bijeen om te praten over de wijziging van de wet op inkomsten en loonbelasting. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gaf tijdens het agendapunt ingekomen stukken aan dat de zaak nog bij de rechter ligt en dat het parlement zich daarom onthoudt van commentaar op deze brief. Leden van de oppositie dachten er echter anders over en stelden vragen. U geeft aan dat er verstek is getekend. Ik zou graag verzet is getekend. Ik zou graag via u willen weten hoe u dat weet. Is er formele correspondentie? Ja, dat heb ik net gezegd. Waar? Wanneer? Is er een correspondentie met het parlement? Het is in de folder, zegt de griffier. Wat ik zei, stukken door de regering ingediend. Ja? Mogen we even een schorsen, voorzitter? Ja. Kom zo, ik ga die vergadering zo meteen schorsen. Lid Jogi heeft een punt van orde en na Lid Jogi's punt van orde ga ik de vergadering schorsen, dat u de gelegenheid kreeg. Het gaat echt 5 minuten zijn, want die brief is 5 regels. Lid Jogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, het doet mij goed om te horen, voorzitter, zeker van de kant van de coalitie, dat wanneer een zaak bij de rechter is, voorzitter, wij dat niet bespreken, zeker inhoudelijk niet bespreken. En ik stel voor, voorzitter, dat we ons best doen hier in het parlement om dit en deze gedachte te continueren, voorzitter. Omdat wij momenten hebben meegemaakt waar zaken bij de rechter lagen. Bijvoorbeeld, waar is ingegrepen om de amnestiewet te behandelen in het parlement. VHP-parlementariër Mahinder Yogi en daarvoor ABOP-parlementariër Marinus B. Die aandrongen op meer informatie over de ingekomen brief van de regering. Na de schorsing kwam vicepresident Ashwin Adin aan het woord. Dus daarom ga ik ga het voor u citeren en ik ga citeren wat u geciteerd heeft. Ik zal citeren wat u geciteerd heeft. U heeft gesproken toch, mag de vicepresident? Voorzitter, de brief staat duidelijk. U heeft vanuit het mensen. Heer president. Bij deze vraag ik dat de regering, de Nationale Assemblée, schriftelijk informeert over de formele juridische status van het rechtsproces tegen de president van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse. Voorzitter, als wij zo'n brief krijgen, formeel gevraagd aan de president, zal de president ook reageren. Daarom staat daar president. Wij hadden liefst gewild natuurlijk dat het naar de heer Bouterse gericht is. En dat zou je ook de heer Bouterse zien staan. Dus u kunt gevoeglijk aannemen dat daar u kunt invullen. President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse. U gaf het net ook aan. De zaak kan niet gescheiden worden. Dus dat is 1 punt. Vicepresident Ashwin Adin over de brief van de regering aan DNA. Waarin is meegedeeld dat er op 3 december verzet is aangetekend tegen het verstekvonnis tegen Desi Bouterse in het 8 december strafproces. Het parlement heeft aangegeven inhoudelijk niet in te gaan op de brief omdat de zaak bij de rechter ligt.